Goedenavond, dames en heren, en welkom op de 20e editie van Tour de KSA. Met vandaag in het peloton 13 renners, met daarin twee nieuwkomers, Lore Kassier en Hasse de Kinder. Wie rijdt er als eerste over de meet? Eén ding is zeker, het wordt een spannende wedstrijd. En we zijn vertrokken. Een rustige start met Justine en Freya op kop, gevolgd door Cato Kassier. We haalden al 3 titels op KSA Berlaren, er wordt dus veel van haar verwacht. Een rustige start die toch wel wacht op een inhaalbeweging van Berlaars topniveau. En die krijgen hoor, ja, Lore Kassier steekt haar zus voorbij, komt op 1 te staan met een ruime voorsprong. En oh, wat gebeurt er daar? Een molactie van Jelle Corneel veegt Femke uit de race. De zusjes op kop in een nek-aan-nek race. Cato kiest de voorsprong. Verlies die voorsprong. Cato, wat doe je nu? Neemt de verkeerde afslag. Lore terug op kop. Alles kan hier. De wedstrijd is nog niet gespeeld, dames en heren.